Onze voeten bepalen in belangrijke mate ons plezier tijdens de wintersport. Niet te onderschatten derhalve. De specialistische podotherapeut weet er alles van. We zien heel veel mensen met drukpijnen bij de voorvoeten en ook zenuwpijnen. Zenuwpijn, uitstraling naar de tenen toe. En dat heeft ermee te maken dat er heel veel druk gezet wordt op de voorvoet met het skiën. En botstukken die uitsteken, dus bij de enkels, maar ook bij de grote teengewrichten. Waarbij de schoen niet meegeeft, zodat er pijn ontstaat. Hoe brengen jullie dat in kaart? We kijken naar de mensen naar het staan, we kijken naar het lopen. Dat doen we ook aan de hand van een drukmeting. En ik gebruik ook de hardloopband er nog bij. Ik pas ook echografie toe om te kijken of er eventueel nog iets in de voet zit waar ik wat mee zou kunnen. En welke oplossingen raden jullie dan bijvoorbeeld aan? En in sommige gevallen zijn steunzolen de ideale oplossing. Zorg voor de krachtsovername tussen de voet en de schoen voor de meest ideale, optimale ondersteuning. En zo hoor je het eens van een expert.